vroeg. Ik ben nog steeds met Linnepin. It's me. Her. Hi. It's the problem. I'm the nee, I'm the problem. It's me. Wij zijn onderweg naar Central Park. Het is koud. Ja, we hebben de handschoenen aan. We zijn daar klaar voor. We hebben onze jassen aan. Ja, dat zie je. Maar het zonnetje schijnt wel. De lucht is weer strak blauw. Oh, het weerbericht gaat weer beginnen. Het weerbericht gaat weer beginnen. Nee, de lucht is strak blauw. Prachtig. Ja, dus gaan we even lekker rondwandelen. Het is 1:30 inmiddels. Dit is de eerste activiteit van de dag. Nou, we hebben ook koffie gehaald. Oh, we hebben ook koffie gehaald. Maar daar ben ik even niet meegenomen. Sorry. Even hoe dit is. Met de schaatsbaan. Zulke mooie lucht ook. Ja, het is lekker zo weer. Zo lekker weer. Heerlijk weer. Nee, het is echt top weer. We zijn goed aan het wandelen. We zitten even lekker bij Joe te lunchen. Even weer wat vitamintjes natuurlijk. Ja, dat is wel weer nodig. Even lekker een sapje. Het is net zo lekker als mijn margarita gisteren. Misschien nog wel iets lekkerder. Ik heb ginger, wortel en wat is daar nog meer? Weet ik niet, appel. Appel volgens mij. Lin heeft... Ik heb geen idee wat hierin zit. Denk komkommer. Ik denk gember. En ook iets, maar ik had echt stress dat ik dit wilde bestellen. Ja, het duurde ongeveer 5 minuten voordat Lin wist wat ze wilde. Ja, en toen ben ik maar even gaan zitten, want het ging niet goed. Spicy tuna. Ja, spicy rub. Om even in de sfeer van de spicy margarita te krijgen. Ik heb de... Hetzelfde die ik altijd heb. En dat is, dit gaat echt niet goed. Ik zet jullie even neer. Het is de tuna kado. Wij zitten in de taxi onderweg naar Quint. Want we gaan naar een ABBA-feest. Dus we zijn allebei in het goud. Het thema is ABBA gold. Want het thema is zilver. Ja, het thema is rood. Dus we hebben goud aan. Ja. Het is weer zover. De glitterstudio is weer geopend. Quint zit alweer helemaal in de glitter. Och, wij hebben lekker McDonald's besteld. Dus ik denk, ik laat jullie eventjes zien wat we hebben besteld. Allereerst Deluxe Crispy Chicken. We hebben Big Mac. Die is voor mij. We hebben een quarterpoutertje met bacon. Daar zit het verkeerde broodje op, zo te zien. We hebben apple pies, want die waren gratis. Hè? We hebben 20 kipnuggets om te delen. We hebben een zak met saus. En lekker frietjes. En lekker cola. Is dat stop? Lekker eten. Zondag. Sunday morning. Sunday, bijna middag. 11:45. En we zijn onderweg naar Union Square Park. En we gaan vandaag eten bij de Felix. Spannend. We zitten lekker bij Felix Roasting in Soho. Super mooi tentje. En we hebben broodje avocado toast. Een lekker broodje met ricotta en vijf. Lekker matcha latte. Heerlijk. Zo, 12.000 stappen verder. We zijn helemaal verkleumd van de kou. Het is min fucking 3. Ja, het is min. Het is een voelstemperatuur min 3. Vannacht wordt het oprecht min 3. Ja. En ik heb een heel dun dekentje. Dus ik denk dat ik vanavond even jouw dekentje. Je mag ook bij mij komen. Ik heb dat. Warmte. Ja. We hebben net stoelendans gedaan. We hebben 3 plekken gehad in deze tent. In deze tent steek ik 10 vierkante meter gedaan. Dit is plek 3 en we zitten eindelijk lekker bij het raam. Top, hoe anders we de beste plek hebben. Wij zijn nu op zoek naar een open haard. Ja. Want het is... Oh nee, we mogen niet over het weer praten. Het is frisjes.
Ja, ik heb wel eens warmere dagen gekend. Het is min 2 of zo, toch? Mijn haar waait ook echt alle kanten op. Het is, nou, ik denk dat het inmiddels min 5 is. €35 bespaard. We zijn 2 cappuccino verder. Dus ja. Het stuit het weer door de straten. Zilmoed. We zijn over de Brooklyn Bridge en kijk even hoe mooi met de zonsondergang. Het is echt bizar. En aan die kant de Empire in de verte. Het is zo mooi. Sir, dance. Het is vandaag maandag en vandaag speelt Nederland voor het WK. Dus Linda, wat gaan wij doen? Voetbal kijken. Voetbal kijken met een hele club Nederlanders. De eerste helft is al bijna voorbij, maar wij komen vooral voor de derde helft, dus wat dat betreft ook voor de tweede. Ook voor de tweede. We proberen de tweede helft te halen. We hebben nog een leuk krijtje, rood en blauw. Ja. Dus dat zullen we zo eens even opdoen. Ja, vandaag is ook kreeftdag. Heb ik zin in. We hebben inmiddels allebei vlaggetjes, een Heineken shirtje. Ja, 12 dit. Het is, wat is het, 12 uur? Wat is het hier? Ja, jongens, nog steeds 0-0. Het is nog 8 minuten. Nou, zit erin hoor. We zijn op Times Square. Linda, wat vind je ervan? Ja, superleuk. Echt, zie hier achter. Great. Ze waren even aan het filmen, hoe hij aan het lopen was. Ja, ik vind het hier hartstikke leuk. Ik rook net ook wiet, dus ik voel me al helemaal thuis. We zijn dus even aan het winkelen. We zijn allebei zo. Ik denk dat die knop kapot is. Nee, daarachter gaat een bal. Oh ja. Oh ja, daar gaat hij. En dan moet hij daar weer op. Oh hier. Ja. Oh, kerstballen. Dat is het, denk ik. Kijk even hoe mooi, jongens. We zijn bij Sinterklaas' Winterland bij het water. Om even te kijken. Oh, noodkijker. We zijn heel moe, maar ik leef hier wel weer een beetje van op, moet ik zeggen. Oh, joh. In deze tentjes eten of wat drinken. Heel schattig. We zitten even lekker bij UDC een wijntje te doen en een olijfje te eten aan de bar en zo meteen weer kreeft eten. Nou, ze zijn er hoor, de kreeftjes. Nou, het is vandaag dinsdag. Bijna dinsdagmiddag. De meiden zijn op pad naar de Edge, zoek een taxi. Want we gaan even bij Piek lunchen. Ja. Dus daar zijn we helemaal klaar voor. Ja. Vet haar. Ja, dat ja. Ook. En keelpijn. En keelpijn. Maar goed. Nou, we zitten in de taxi naar de Edge, naar Piek. Om daar te gaan lunchen. En dan kunnen we meteen ook dat gebouw op. Dus bij de Edge.
Ja, als je wakker worden of zo. Wat wil ik vertellen? Het is druk in het verkeer. Ik heb net gebeld dat we te laat zijn. Natuurlijk zijn we te laat. Ik ben altijd te laat. Linda houdt van te laat komen. Dus samen komen we heel goed te laat. Ik hou niet van te laat komen, maar ik ben het altijd wel. Ja. Het is, ja. Mensen die mij kennen weten dat ik eigenlijk altijd te laat ben. Ja, daarom gaat het ook zo goed bij ons. Want we hebben altijd allebei meer tijd nodig. Je kan heel goed optimistisch plannen. Ja. Time management is niet een van onze beste dingen. Gelukkig hebben we wel heel veel andere kwaliteiten, dus dat scheelt. Zij daar, bij de Edge. We staan nu in de lift naar piek 15 verdieping. Spannend. Hier is het ergens. We zitten lekker bij piek. We hebben een wijntje en een broodje. En je favoriete date? Me. We hebben lekker pasta en een steekkaartje. Ja, we zijn dus van tafel geswitcht. Oh my god. Dit uitzicht. Doe even normaal. Echt. Dit is letterlijk lunchje met een view. Dit is niet normaal. Echt gestoord. Een lekker salade. Een tonijn. Een kip. En het mooiste uitzicht ooit. Op mij. En gestoord dit. Ja, lekker een dessert. Butterscotch is wat ik ervan begreep. Met nog wat butterscotch. Volgens mij zit ook wel butterscotch in. IJs. Maar wel dus met butterscotch. Ja, hier is ook nog wat zout. Oh, lekker. We zijn dus nu even op de Edge. Mensen wij bij de weg. Ja. Wow, hij begint al. Hij begint al, ja. Zonsondergang begint bijna. Echt ziek mooi hier. Ze hebben huts en yards, dus echt zo mooi versierd. Met zoveel lampjes overal. Echt heel leuk. Wij zijn even aan het wandelen over de High Line. Oh, ja. Het ruikt hier echt zoals Amsterdam. Ja, het ruikt hier naar wiet. Naar wiet. Dat ruik ik hier wel vaker, want het is sinds dit jaar gelegaliseerd. Ja, dus, daar ben ik hier. Heel New York, daar moeten we gebruik van maken. Het is een beetje zonsondergang. Kijk, daar zo. En daarboven waren we net. Daar hebben we gegeten. Kijk even hoe mooi in de verte daar het vrijheidsbeeld staat met de zonsondergang. Zo bizar mooi. Al die lampjes ook. We hebben even banana pudding gehaald en we zitten nu in de West Village om dit even te eten. Op een hele eer. Aan mij de eer om dit te proeven. Jij kent het al. Ik ken het al. Oh my god, het is ik zo vind dik. Het lekker. Ja, het is heel dik. Kijk, thanks. Zo ziet het eruit. Ja. Daar gaat ze. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ik vind het echt heel nasty. Ik vind het wel lekker, dat scheelt. Heel lekker. Ja, toch? Ja. Drie keer raden waar we zijn. Rara. Hallo. Linda, de nieuwe favoriete drankje aan het drinken. Weet je wat je wel eens moet doen? Het randje likken. Ja, spicy margarita met een spicy drankje. Mm-hmm. Lekker oesters. En een margarita. Ik zeg aan de bar. We hebben even shake gehaald. Shakeje en ook burgertjes. En nog even lekker donuts bij Krispy Kreme. Lekker! Goedemorgen trouwe volgers. Het is woensdag vandaag. Nog één dagje en dan kunnen jullie mij weer voor 2 maanden missen. Vandaag Linnenpin de laatste dag. Ja. Weet je wat ik wel kan doen? Nou? Af en toe voor 1 keer per week een klein stukje van mijn leven filmen in Amsterdam. Jongens, dat jij dan in jouw vlog kan plaatsen. Jongens, hier gaan we Linnen aan houden. Dit gaan we regelen. Als jullie dit leuk vinden moet je even een comment achterlaten. Ja, met leuk. Wij gaan nu de metro pakken. Oké. Naar Grand Central, want Linda wil heel graag het station zien. Ja, dat is toch gaaf? Ja, dat gaan we nu bekijken. Maar weet je, dan heeft ze zich Sylvana. Ik vind Amsterdam Centraal nog mooier.
Ja, dus nou, toen ik zal het zo doen. Even filmen. En dan zal ik even een boeier instoppen. Ja. Stem even. Amsterdam Centraal. Oh ja, dan maakt Linda voor volgende week even content bij Amsterdam Centraal. Ja, als ik daar tijd voor heb. Niet dus. Nee. Anyways, wij gaan de metro pakken. Ciao. Tom. Oh, maar dit is zo'n mooi sale. Kijk dan wat plafond. Nee, het is wel echt mooi inderdaad. Ja, dus ik ga jongens, ik neem mijn woorden. En ook nog even om daar terug te komen. Ik ga Centraal Station niet eens filmen. Daar schamen we ons voor. Nee, Centraal Station is wel mooi aan de buitenkant hoor. Maar dit is dus Grand Central. Sommigen van jullie kennen het misschien wel van Gossip Girl. Allereerste aflevering. XO. XO. Okay guys, I'm going to Florida for Thanksgiving with my family. Your attention please. All luggage and parcels. Yeah. XO, XO. Run. My jet. My jet from the train station. My jet from, yeah. Thank you for your cooperation. Nee, dit is dus het station. Dat is ook weer gezien. Station. Oh, ze hebben ook een kerstmarkt. Cute. Ik heb Linda dus geïntroduceerd aan Bath & Body Works. Ik zal eens even kijken waar ze is. De hele winkel is nu buy 3 get 3 for free. En de meid is goed bezig. Kijk dit. Oh, met glitter. Met glitter. Kijk even hoe leuk deze kaarsjes zijn voor kerst. Dan heb je dus van dit soort houders waar je ze in kan zetten. En je hebt dus ook deze. Even kijken, deze. Die is al helemaal fabulous. En dit zijn mijn favoriete pokers met twisted peppermint. En dus ook dit is een handzeephouder. Alles ruikt hier ook gewoon lekker. Die kaarsen zijn echt het allerleukst. Die verpakkingen zijn zo schattig. Deze is het lekkerst. Fresh balsam. We zitten even bij Starbucks om een koekje te eten en even een koffietje te drinken. En Lin heeft net als wat ik heb zo'n lekker grote beker gekocht net ook even. En is goed geslaagd bij Bath & Body Works. Lin dan. Van de ene koffie door naar de andere. Nee, dit is matcha, dit is geen koffie. En hij smaakt goed. Ja, zeker. Dit is zo schattig. Ja, dit is heel cute. Zit je bij een bakkertje. Mocht iemand interesse hebben in de bordjes? Heel cute. Ja, ja. Drie keer raden waar Linda is geweest deze week. In Florida. Florida, in Orlando. Ja. En nou moet Lin over een half uur naar het vliegtuig. Ja, ja. Dus wij gaan nu even spulletjes boven pakken. Telefoon opladen. En dan is het moment daar. Dan ga ik naar Husta. Maar niet getreurd. Anderhalve maand zie je dit iedere week in de vlog. Want we moeten iets vertellen. Als Sil terug is in Amsterdam, komt ze bij mij wonen. Dan zijn wij. Dus Husten als jij moeten. Deze vlog leuk vindt. Als jij meer van Linda wilt zien, blijf kijken. Blijf kijken. Abonneren. Abonneren. Dan kan je elke dag mijn kop zien. Als ik net uit bed kom, als ik aan het werk ben. Alles. Frank, wat je wil. Linda op je beeld. We kunnen wel van die gatver, van die voeldingen. Mukbangs. Mukbangs, Mukbangs met linnenpinnen. Ja. En surrebil. Ja. Nou jongens, tot dusver de update. Daar gaat ze. Doei Linnie. Doei. Happy holidays. Ik ben nadat Lin is weggegaan even naar de TJ Maxx gelopen en naar de Trader Joe's om even een kerstkleedje te halen voor op mijn bed. En ik ga nu even hier boodschapjes doen voor morgenavond voor Thanksgiving. Het is vandaag donderdag en het is vandaag Thanksgiving. En daarom is er een parade in New York vandaag, Thanksgiving Parade van Macy's. Dus ik ben nu onderweg naar Bryant Park, ik heb daar afgesproken met de Queens. Om vanaf daar de parade even te gaan kijken. En vanavond gaan we Thanksgiving vieren met Sam en Daan en Quincy ook. Gaan we eigenlijk traditioneel Thanksgiving menu koken. Dus daar ook wel heel veel zin in. Dus ze zijn op heel veel hoeken van de straat bezig om kerstbomen op te zetten. Ik
kan je dus hier kopen met van die mitten ook. Het voelt echt zo erg alsof je in zo'n film loopt, waar je dat altijd ziet, dat ze dat dan zo op straat halen. Opgezet. Volgens mij ging het nog wel even door. Je bent echt zo klein in dat hoekje. Ja, ik heb elke keer zo mis voor een potato. Nee, maar dat is echt leuk. Omdat die oplating allemaal zo hoog in de lucht zijn, ja, zie je ze ook wel, sta je echt tot 20 rijen voorbij. Ja, dat is echt gewoon top geregeld. Ja. Ik ga even kijken dat we ergens wat kunnen eten, want we hebben honger. En dan vanmiddag klaarmaken voor kalkoen. Kijk even hoe mooi mijn favoriete gebouw erbij staat. De Chrysler Building. Very pretty. En alle kerstversieringen. Prins en ik zitten even bij de pen om even wat te lunchen. Nou ja, ontbijt voor mij eigenlijk. Dus Prins bestelde al chocolate. En nu krijg je het in zo'n heel schattig klein kannetje. Om het erin te doen. En ik heb uiteraard weer een matcha latte. Dit is ook een kleine. Hoe groot is dit? Ja, maar ik vroeg ook, dit is een klein. Ja, het is ook klein. Ja, ik heb ook klein. Dit is echt groot. Dit is dus bij mij in de straat. Echt gezellig. We gaan het dus delen. Maar we hebben een hamkaaspresentje. En een soort broodje met... Wat mag dit op de? Oh ja, met avocado, ei en kaas. Lekker! Ik ben even mijn vlog aan het editen en ik bedenk me net dat ik helemaal niet meer heb gefilmd dat ik gisteren de kerstboom heb gezet. Kerstboompje, moet ik zeggen. Het is klein, maar fijn en wel gezellig. En ik heb gisteren ook een adventkalender gekocht, zodat ik kan aftellen totdat het kerst is. Of het idee wat ik eigenlijk had is dat ik 3 dagen eerder begin en dan tel ik af totdat mijn ouders hier zijn. Dus helemaal kerstig nu zo in mijn kamer. Niet normaal. We staan met Quintje op de bus te wachten. Oh, dit is de bus. Daar is de bus al. Het was de verkeerde bus. We moesten niet die bus hebben. Het is de eerste keer dat Sil en ik de bus nemen in New York. En dat vinden we best wel een beetje spannend. Eigenlijk, als je goed hebt opgelet in mijn vlogs, weet je dat dit niet de eerste keer is dat wij de bus nemen. Wel ik de bus neem. Nee hoor. Hebben wij een keer de bus genomen? Ja. Wanneer hebben wij de bus genomen? Toen we naar New Jersey gingen naar de outlet. Oh ja, Tril, maar niet zo'n bus. Dat was een andere bus. Dat was een... Dat was een bus, zeg maar. Waar... City Hopper. Ja, dit is echt de busbus. De lokale bus. Ja. Dus ik zal ook even wat informatie geven. Welke nemen we? De M102. Oh, dat is deze. En dan moeten we er bij W147. Maar schat, deze gaat naar East Village. Staan we aan de verkeerde kant? Ja. Niet alleen stapten we zojuist bijna de verkeerde bus in. We staan ook bij de compleet verkeerde halte. Namelijk alles wat downtown gaat. Wij moeten ook uptown. Want we gaan naar Sam en Daan, die wonen in Harlem. Dus dan moeten we even een stukje reizen. Oh ja, hier komt er weer een. En nu hebben we 3 minuten om bij de andere halte te komen. So run fast. Dit is mijn huis. Doei huis, tot morgen. Want we gaan logeren bij Sam en Daan. Het is gelukt. We zitten in de bus. We hebben hem net op tijd gehaald. Hij kwam er letterlijk net aangereden. Dus we zitten helemaal achterin. Nou, niet helemaal. Eén naar achterste. En nu onderweg. Even een update vanuit Harlem. De bus was niet de beste keuze die we hadden kunnen maken. Het duurde knijterlang. We werden er misselijk van. Rare mensen, niet helemaal chill of zo. Maar we zijn er. Ik had ook wat verwacht natuurlijk. Harlem is natuurlijk wel dichtbij, dat moet je niet hard zeggen. De hoed. En ja,
Daar horen natuurlijk ook wel tough people in wonen. Maar we zijn er bijna. Waar ben jij dankbaar voor? Het is Thanksgiving. Voor mijn biertje, denk ik. Oké. Sam, waar ben jij dankbaar voor? Ik wil net zeggen, voor de wijn in mijn leven. Nee, dat hebben we in New York, ik zei momenteel. Sim, waar ben jij dankbaar voor? Er is maar één juist antwoord. Voor mijn vrienden. Er is maar één juist antwoord voor jou. Dankjewel. Ik ben ook erg dankbaar voor deze kaart. Nou, smakelijk jongens. Ja, smakelijk. Happy Friendsgiving. Friendsgiving. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Niet zomaar vrijdag, Black Friday. En dat betekent dat wij vandaag gaan winkelen. Ai, 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 ai. Maar niet meteen, want ik heb hier onderaan een oranje shirtje, zoals je kan zien. Want zometeen speelt Nederland weer in het WK. Dus we gaan eerst even WK kijken. Even, paraplu. Ja, ik ga hier naar mijn arm, sorry. Ja, mijn ook, van de camera. Gaan we eerst even WK kijken. Bij Hurley's, dezelfde kroeg waar ik vorige week ook was. Of eigenlijk was dat afgelopen maandag. Voelt alweer heel lang geleden. En dan gaan wij lekker Black Friday shoppen. We hebben de eerste minuut al bijna gemist. Maar we zijn er. We hebben het gehaald. In de regen en wel. Hup, Holland up! Hup, Holland up! Dit is waar het is, bij de Franse vlag. Oh, lulle. Nee, het is hier. Dus we gaan nu naar binnen. Zin in! Nou jongens, we zitten er wel neer. Kijk eens even wat voor een mooi ontbijtje wij hebben. Het bier. Voetbal is afgelopen. 1-1. Dat was matig. Maar omdat het Black Friday is, gaan we nu lekker winkelen. We zijn dus nu in de Sephora. Ze hebben zoveel sale. Heel wat Anastasia wenkbrauwdingetjes. Maar dus die paletjes zijn nu ook maar 22 of 24,50. Die 22. Zoveel goedkoper opeens allemaal. Oh, ik kan alles wel gebruiken natuurlijk. We zijn nu bij Macy's. Dat grootste warenhuis van de wereld. Dus om hier even de Black Friday deals te bekijken. Wat een gek huis. Niet normaal. Het is echt niet normaal hoe druk het hier is. Gewoon als gekke, terwijl ik niet eens alles heel goedkoop is. We liepen er weer langs, dus het moest er. Wederom dezelfde. Krispy Kreme. Lekker. Dit is ook super schattig voor Thanksgiving. Lekker. I think I'm in love. Nou, we zijn verliefd op dit. Zo lekker. Tell me baby, do you recognize me? Wow, jongens, het is net een kerstfilm dit. Jongens, ik heb zo'n leuk pakketje opgehaald wat ik heb besteld van Sex op de Flipt. Ik heb namelijk UK oorwarmers besteld in dezelfde kleur als mijn schoenen. En we zijn kapot. We zijn echt kapot, maar we pakken door, want we zijn gemietjes. Inkakken is bijpakken, dus meer kopen in dit geval. Ik ben nog steeds met Queens. Met die koptelefoon. Ik heb een nieuwe trui. En ik ben nu onderweg naar de East Village, want Carlotta heeft mij uitgenodigd voor een Thanksgiving etentje daar. Dus tweede dag Thanksgiving voor mij. Alleen eerst even wijn halen. Dat is mijn taak. Carlotta heeft lekker gekookt. En het ruikt allemaal zo lekker. Nog een Thanksgiving diner. We hebben ook nog lekker dessert, appel crumble met vanille-ijs. Het is vandaag zaterdag en dat betekent dat ik deze video ga afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet jezelf niet te abonneren. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vond. En hopelijk weer tot volgende week. Doei doei!